Directeur Anvit Ramlakhan van het ICT-bedrijf Datazuur zegt dat de onderneming zijn vleugels wil uitslaan naar landen in de regio. Vandaag hield de organisatie een speciaal evenement voor het bank- en verzekeringswezen in Suriname. De workshop was bedoeld om de uitdagingen waarmee de bedrijven te kampen hebben op het gebied van informatie- en communicatietechnologie aan te horen. Zo waren we bijvoorbeeld vorige week samen met een team van Telesuur en Datazuur in Guyana om te onderzoeken wat is nou precies de business opportunity en de business potential voor de data center al daar. Dus dat zijn eigenlijk de ontwikkelingen voor de toekomst en daarmee hopen we sowieso de bestaansrecht van Datazuur in de komende jaren voor Suriname teweeg te brengen. Een sector-driven approach. Met een sector-driven approach kan je elk sector apart pakken en kan je dan elk sector dan gaan evalueren en vragen van wat zijn nou precies de problemen op het gebied van ICT waarmee je zit? Heb je meer storage nodig? Heb je meer dataopslag nodig? Heb je een backup nodig? Noem maar op. En dat is precies wat we vandaag proberen te doen met het bankwezen en met het verzekeringswezen in Suriname. En de bedoeling ligt er ook in dat we de andere sectoren zullen aanspreken. Ramlakhan zegt verder dat de veiligheid geboden is voor organisaties als zij volledig overgaan tot het digitaliseren van hun bestanden. Het ligt in de planning om ook andere sectoren aan te horen om ze tegemoet te komen in het oplossen van de uitdagingen waarmee zij zitten. Yes, sowieso heeft COVID ervoor gezorgd dat de fysieke interactie met de banken is eigenlijk beperkt. En dat heeft de banken eigenlijk ook gelijk gedwongen om zoveel als mogelijk te gaan digitaliseren. Daar proberen wij nu ook als Datazuur een rol in te gaan spelen. Dat we zeggen, we geven je niet alleen de datacenterdiensten wat ik aan het begin uitlegde, maar we geven je gewoon een full stack solution. Waardoor je in één keer bij één leverancier alles van top tot, bottom tot top van je OC-laag, van je communicatielaag kunt hosten bij Datazuur. Dus dat is dan ons inbreng daarbij. En altijd gaat er ruimte zijn voor verbetering en die hopen de banken dan logisch ook, als ik namens hun mag spreken, want dat hebben ze ook aangegeven, dat ze dan hun verbeterslagen dan ook zo in één keer kunnen maken. Ramlakhan zegt dat het bedrijf enorme investeringen heeft gepleegd om te groeien. Vooral op het gebied van digitale hosting is er een grote behoefte. Datazuur wil meer branches betrekken bij het digitaal gebeuren, vooral omdat nu alles draait om digitalisering.